En je bent daar mee, je bent wel een beetje laat daarmee. Je hebt eerst die ring gegeven, dan ga je nu kijken of ik trouwmateriaal ben. Dat is wel een beetje een rare volgorde. Goedemorgen, het is dinsdag. Nieuwe dag. De lucht is blauw. Het is rustig op de weg. En Tuur is havermout aan het maken. Ik kreeg de vraag hoe wij havermout maken. En het is vrij simpel. 140 gram havermout. 2 appels in stukjes gesneden. 500 milliliter havermelk. En dan nog een eetlepel. Koek- en speculaaskruiden. En ik wil ook wel wat goji-bessen door doen, want die hebben we liggen toevallig. De wat? Oh, en je doet toch ook altijd honing door? Oh ja. Acai bedoel ik. Acai, agave. Ik ga even een goji zoeken. Ik vind het eigenlijk veel te gezond voor een dag waarop ik geen intensieve training gepland heb. Maar Tuur wil het heel graag. Ik heb liever iets hartigs. Maar goed, soms moet je gewoon compromis sluiten. Oké, het is inmiddels 11:30. 12:30 bedoel ik. En ik heb mijn vlog geëdit. En mijn moeder is er eindelijk achter dat de Albert Heijn en Picnic niks thuis bezorgen. Dus ik heb een lijst gekregen met heel erg veel boodschappen. Dit gaat echt lang duren voordat ik dit gevonden heb in de supermarkt. Want ten eerste is de helft niet aanwezig waarschijnlijk. En ten tweede weet ik niet waar al deze dingen liggen, omdat ik ze normaal niet zelf haal. Maar we gaan het doen, want ik wil niet dat mijn moeder en mijn vader naar buiten gaan. Oké, ik ga hardlopen in een korte broek, want de zon schijnt. En ik heb, ja, dit klinkt echt super stom en ik weet niet of dit veel te heftig is. Maar heftig als in overdreven. Maar ik heb zo'n kool en gisteren moest ik af en toe echt vlak langs mensen lopen. Omdat het best wel druk was in de duinen op sommige stukken. Het was rustig, maar op sommige stukken was het echt super druk. Ik heb zoiets van, helpt dit? Of is dit gewoon schijnveiligheid? Misschien kunnen de doktoren in de zaal hier iets over zeggen. Maar ja, ik vind het ook wel lekker om mijn nek. Ik heb er vandaag voor gekozen om op fietspaden te lopen in plaats van in de duinen. Een stuk rustiger dan in de duinen. En positief nieuws. Het gaat beter dan gisteren en zaterdag. Tuur en ik zijn weer terug van het hardlopen. Tuur heeft 10 kilometer in 45 minuten gelopen. Ik heb een uur gelopen en dan weer steeds 4 minuten hardlopen, 1 minuut wandelen. Ik was wel sneller dan gisteren. En zaterdag. Ik merkte wel dat ik had een warming-up gedaan nu. Een paar oefeningen, wat stretch oefeningen van tevoren en een beetje hakkenbillen, knieheffen en vijfde pas knie hoog. En ik merkte wel dat ik daardoor minder stijf was en daardoor ook iets harder kon lopen. En dan is het nu tijd om te lunchen. Dit is echt, echt mijn favoriete lunch. Zo. Een omelet met huttenkezen en avocado en peper en zout. Vanmorgen moesten we natuurlijk havermout eten en nu mocht ik kiezen. Er zijn saaie belastingaangifte dingen aan het regelen. Dat moet helaas ook gebeuren. Nu hebben we er wel echt heel veel de tijd voor, Tuur. Wij gaan bloemen kopen. Toch, Tuur? Want we zijn echt de Westlanders, toch? Ja, we zijn allebei wel opgegroeid in het Westland. Jij bent er zelfs geboren. Ik ben in het ziekenhuis geboren. Dus ik ben officieel een Hagenaar. Of een hagenees, net hoe je het wil. Maar de bloementeelt heeft het heel moeilijk op dit moment. Net als heel veel andere mensen trouwens. Maar ik vond het zo pijnlijk om te zien op het journaal hoe al die bloemen gewoon vernietigd werden. En ik denk dat 1 of 2 bosjes bloemen die ik koop, dat daar echt geen verandering in gaat brengen. Maar ik vond het wel een mooi gebaar. En we zijn nu zoveel thuis de komende periode dat je er ook gewoon echt van kan genieten. En nu we minder de deur uitgaan, geef je ook minder geld uit. Dus blijft er geld over voor bosjes bloemen. Bij mij blijft er helemaal geen geld over, want ik verdien nu ook niet zoveel. Maar in theorie klinkt het wel mooi.
Toch, Tuur? Oké, we zijn terug van de Blue Mist. We hebben deze plant gekocht. Die was maar 8 euro. Dat potje, dat had ik nog. En we hebben deze mooie bos met bloemen gekocht. Ik vind het eigenlijk best wel meevallen, die prijs voor die bloemen. Ik dacht dat boeketten veel duurder waren. Het is weer pasta pesto tijd. Zoveel trek in. Maar iedere keer als ik iets te eten heb, dan zeg ik zoveel trek in. Behalve als dat eten havermout is. Want daar word ik dus niet echt gelukkig van. Maar het is wel een goede bodem. Het is gezond. Dat is ook belangrijk. Maar ik ben van mening dat je ook lekkere, gezonde dingen ook lekker kunnen zijn. En havermout is absoluut niet vies. Maar ik geniet er niet van, zeg maar. En aangezien er op dit moment weinig dingen zijn waarvan kunnen genieten. Nee, er zijn genoeg dingen waarvan we kunnen genieten. Maar in tijden van social distancing vind ik dat je zoveel mogelijk dingen die nog leuk kunnen zijn, leuk moet houden. Dus eigenlijk vind ik dat eten vooral heel leuk moet zijn. Tot zover mijn betoog. En ik hoop dat Tuur nu heel snel van de wc komt, zodat ik eindelijk kan beginnen met eten. Okay, zoals gisteren beloofd gaan Tuur en ik vragen beantwoorden. Als dit een succes is, gaan we dit misschien vaker doen. Misschien wel iedere vlog, who knows. Anyway, laten we beginnen. Zouden mensen zoveel vragen hebben? Ik weet het niet. Waar hebben ze die vragen dan? Die hebben ze op YouTube, onder mijn vorige video. Oké. Okay. En de eerste vraag is van H. Elderder. En die vraagt onder andere hoe het met mijn vader gaat. Voor degenen die het niet weten, mijn vader is vorige week geopereerd. Een spoedoperatie. Iets in zijn darmen. Had ineens heel veel buikpijn. Hij had heel veel buikpijn, heeft allerlei onderzoeken gehad. S'nachts. S'nachts. Ja. Toen is hij naar het ziekenhuis geweest. En naar de huisarts. Toen weer naar het ziekenhuis. Weer naar de huisarts. En daarna naar het ziekenhuis. En toen is hij opgenomen. En toen hebben ze hem 's avonds geopereerd. En dat is allemaal goed gegaan. Hij heeft een paar dagen in het ziekenhuis gelegen. En is nu weer thuis. Maar hoe gaat het nu met hem? Ik ga hem bellen. Ja? Ja. Ik weet niet of hij dit leuk vindt. Mijn telefoon is ook bijna weg. Hey pap! Hallo. We doen een vragenrondje op YouTube. En iemand vraagt hoe het met jou gaat. Dus misschien kun je even zelf verslag doen. Pap, hoe gaat het met je? Nou, eigenlijk niet zo heel erg goed. Oké. Okay. Maar naar omstandigheden toch ook wel redelijk. Oké. Okay. Maar net de operatie achter de rug. En die was wel fors. Ja. En dat heeft tijd nodig. En laat ik zo zeggen, ik hoop dat ik hersteld ben voordat het virus op de pak heeft. Nee, jij blijft binnen. En mama blijft ook binnen. En we doen, jullie zijn zeg maar die 30% die het niet hoeven te krijgen. Ja, dat hoop ik toch maar. Hè. Als het werkt, moet ik allemaal geloven dat het... Ja, we moeten op dit moment gewoon vertrouwen hebben in het beleid dat onze overheid wil uitvoeren. En anderen onze boodschapjes laten doen, hè? Ja, morgenochtend 8 uur ga ik die 6 zakken chips voor jou halen. Ik voel me er wel een beetje raar bij dat je zoveel chips moet halen voor jou. Nou, ik heb iedere dag wel een beetje chips, heb ik tenminste nog iets lekkers. Ik heb geen bier. Ja, dat heb ik al gehoord. Wij ook niet, hoor. Wij drinken water. Oh, heel verstandig. Ja. Een beetje aansterken voor het geval dat. Ja. Verstandig, ja. Super verstandig. Maar ja, dat ben ik wel. Heb je nog veel pijn? Ja, het wisselt een beetje. Ik heb paracetamol nog en dat moet ik wel blijven slikken. Oké. Goed zo. En wat hebben we nog meer eigenlijk? Ja, nou ja, we zitten eigenlijk de dag door te komen. Ons wat te vervelen, zoals iedereen. Zoals iedereen. Maar gelukkig maak ik nu dagelijks een video. Ja. Dus hebben we nog iets, hè? Ja, zeker. Kun je wel muziek luisteren? Kun je daar wel van genieten? Ja, dat lukt wel. Maar ik kan ook Stephanie niet aandoen om de hele dag mijn muziek aan te moeten horen. Nou, dan doe je toch ook iets voor mama aan? Ja, ik hoop dat mama wel van absolute rust houdt. Oké. Okay. Dus, doen we dan ook. Mama vond het Coldplay album laatst wat ik die aanzette wel mooi. Ja, het is wel wat ook lief, hè, dat ze dat tegen jou zegt zo. Zo gemeen dit.
Oké, okay, nou, je humor hebben ze niet meer gesneden bij de operatie. Dat is wel weer te horen. Fijne avond, pap. En ga weer verder met het beantwoorden van mijn vragen. Goed zo, veel plezier. Veel doei. Succes. Doei, doei. Rustig aan. Doei, pap. Ja, doei. Hoi. H. Elderer had Elderder had ook nog een andere vraag. Hoe gaat het met Roos? En is ze al bij de fysiotherapeut? Nou, zal ik Roos ook eens bellen? Ik weet niet of zij het net zo zal waarderen als mijn vader. Want ze heeft waarschijnlijk geen make-up op en dan wil ze liever niet in beeld. Maar we gaan het gewoon proberen. Roos. Je bent thuis. Je moet thuis zijn. Roos is unavailable. Oké, tijd voor de volgende vraag. Die is van Bernadette. Tuur, kom er even in. Deze is ook voor jou. Mm. Hoe gaat het met de voorbereidingen voor de bruiloft? Nou, dit is echt wel een beetje een dingetje. Wij doen nog een test eigenlijk. Ja, we hebben dus eigenlijk het enige wat we tot nu toe echt gedaan hebben, is het uitsturen van de Save the Date. En ik heb een jurk gekocht. Alleen de jurk is nog niet op maat gemaakt. En nou ja, ik weet niet wanneer weer veilig is om langs te gaan bij de bruidswinkel. In ieder geval, heb ik over 3 weken een afspraak, maar ik weet totaal niet of die doorgaat. Verder hebben we nog helemaal niks vastgelegd. We hebben wel een optie. Het is ook zo dat ik, doordat we binnen moeten blijven, en ik eigenlijk alleen maar met jou ben de hele tijd, is dit ook wel een manier om je beter te leren kennen. Dus dan weet ik het ook echt zeker. Een soort van test dit. Ja. Of ik wel echt trouwmateriaal ben. En je bent daar een beetje laat daarmee. Je hebt eerst die ring gegeven en dan ga je nu kijken of ik trouwmateriaal ben. Dat is wel een beetje een rare volgorde. Nee, tuurlijk niet. Als je verloofd bent, dan Kun je er nog vanaf, bedoel je? Ja, toch? Als je bij IKEA aan tafel koopt, dan mag je hem ook nog een jaar lang terugbrengen. Toch? Wat een grap dit. Maar anyway, we hebben wel een optie op een locatie. En we zouden eigenlijk deze maand langs gaan. Want de locatie die was deze winter niet available. Available. Niet open. Dus we moesten nu eigenlijk nog eventjes langskomen om alles door te spreken. Maar ja, dat is natuurlijk nu dicht. Ik kan wel een mailtje sturen. Maar ik weet ook totaal niet hoe lang deze coronacrisis nu gaat duren. En wie zegt er dat we van de zomer wel gewoon, dat het veilig ook genoeg is om te trouwen, dat ook onze dierbaren kunnen komen. Want ja, ik weet niet of ik mijn ouders, jouw ouders, mijn oma, daaraan wil blootstellen. Lijkt me wel echt een heel erg triest vooruitzicht trouwens als je in augustus nog steeds binnen zit. Goed, ik denk, neem het echt day by day. Als je nu al verder na gaat denken over dat soort scenario's, kun je echt compleet gek worden, denk ik. En jij loopt ook niet weg, toch? Ik loop niet weg bij jou. Maar we hebben dus nog niet zoveel geregeld. We hebben er nu wel alle tijd voor om het te regelen. Alleen weet ik dus nu even niet zo heel goed meer. Ja, ik vind alles is zo onzeker. Ja, nee, over Ik denk dat we over drie weken gaan we er weer over nadenken. Ja. Toch? We kunnen er wel over nadenken, maar we gaan nu nog geen beslissingen nemen. Verder is het inmiddels 9:30. En wij gaan nog 1 aflevering Grey's Anatomy kijken. Ik denk dat we het vandaag wel aankunnen. Oh ja. En dan lekker slapen. En dan zien we jullie morgen weer. Toch? Oké, dankjewel voor het kijken en tot morgen.